Bij wie zijn wij te gast? Eugène. Ik ben dus in principe ben ik impresario. Verder ben ik ook uitvoerend muzikant, zanger, pianist. En ik ben ook docent, praktijkdocent, piano, zang. En hoe lang ben jij bezig met dit vak? Vanaf 1990. En wat is jouw genre? Rockmuziek, jazzmuziek, Nederlandstalige, we wonen in Nederland, Nederlandstalige muziek, ja. Meezingers, van Wim Sonneveld, ja, alles. Geen zware muziek, dus niet Matthäus Passion wel, ja. Maar als je mij vraagt valt het niet onder echt zwaar klassiek. Mijn speerpunt is bedrijvenrecepties. Oké. Hè? Ja, dus een afscheidsreceptie van iemand, dat soort zaken. Of een openingsfeest van een bedrijf of van een instelling van de overheid. Bij de Belastingdienst, hè? Daar was de koningin ook bij. Nou, regelmatig zijn dat soort mensen erbij. En daar speel ik voor. Meestal alleen ook nog. Mijn genre muziek wat ik zelf zing, dat is eigenlijk wereldbekende Amerikaanse hits. Ja. Van wereldberoemde artiesten. Dat is eigenlijk, kortom gezegd, mijn repertoire. Herkennen? Een stukje. Kom maar bij mij. Ja. Zing je ook wel eens een duet met mensen? Ja, zeker. Dat wordt juist gevraagd. Ja, dan speel ik alleen. En dan zeggen ze, zou je toch nog eens een keer terug kunnen komen, maar dan voor duet? Nou, en dan vragen ze dus wel of ik duet wil zingen, waar The Endless Love of zo. Heb jij iets dat je zegt van, dat is mijn hit als ik ergens ga zingen? Ja, ja, dat is wel zo. Dat is I See You When I Get There, ja. Van Lou Rawls. I see you when I get there, I see you when I get there. En die hoge tonen haal ik nou niet, omdat mijn stem kwijt doet. Ja. Nu moet ik een Spaans nummer instuderen, Somos Novios. Ja. Is eigenlijk van een Amerikaans nummer, It's Impossible. Ik zing Italiaans, Duits, op verzoek. Ja. Ik zing het eigenlijk niet. Maar op verzoek dat dus wel. Nee, maar ik studeer het in. Ja. En dan ga ik ook les nemen. Hè, nu heb ik Spaanse les. Somos Novios. Nou moet ik even de tekst zetten, ik ben nog aan het studeren. Dus, ja. Maar daar komt eigenlijk van, ja. It's impossible, tell the sun to leave the sky. It's just impossible. It's Impossible. Dat is een wereldberoemd nummer door Shirley Bessie gedaan, door Perry Como. Luis Miguel is een Mexicaanse zanger. He, die is onder andere bekend omdat hij getrouwd is geweest met Mariah Carey. Ah, oké. Okay. Dat is een stem die heel laag kan. Oh ja, ik vond hem perfect. Nou, dank toch? Het is gewoon een feit dat als je ogen dicht doet, dan pas kan je met muziek bezig zijn. Dat geldt zowel voor zingen, voor blazen, gitaarspelen en pianospelen. Yes. I have the fear. Maar toch, waarom is het toch ook eigenlijk in Nederland? Ja. Waarom? Zeg mij waarom. Noem niemand mij. Wat ik zou graag willen doen, dat is de mensen die niet met zingen bezig zijn, vanwege omstandigheden, ik weet niet welke, dat die toch bij mij eventjes aankloppen. Want het maakt me niet uit of je dik, dun, jong of oud bent, heel veel geld heb of weinig geld. Ik heb van mijn moeder geleerd, iedereen heeft recht om te mogen zingen en te kunnen zingen of piano spelen. Ja.